Roy Kortschmidt, afgelopen vrijdag een toch wel comfortabele zege, maar hoe kijk jij erop terug? Ik denk wel gewoon een leuke wedstrijd, zeker voor het publiek. Voor mezelf niet heel veel te doen gehad, een paar slordige momentjes, dus ik was met mezelf niet heel tevreden, maar uiteindelijk met de teamprestatie natuurlijk wel. Hoe ga je er dan bijvoorbeeld gedurende zo'n wedstrijd mee om? Bijvoorbeeld die ene bal in de voeten bij de tegenstander? Nou ja, goed, het wordt niet afgestraft, dus dan stap je er heel makkelijk overheen en dan ga je gewoon door. Je bent keeper, dus er kan natuurlijk wel eens wat fout gaan en gelukkig werd het niet afgestraft. Maar dat mag met mijn ervaring niet gebeuren. Laat in de wedstrijd, net na de 5-0 toch nog een tegengoal, dan zie je jou ook zichtbaar balen. Ja, moet ik ook niet zo doen hoor, maar er kwam wat frustratie los omdat ik... We wilden dat we gewoon scherp bleven met z'n allen om dit te voorkomen. En dat lukt dan niet op een minuut na. Dus daar werd ik even boos om, ja. Ja, het is natuurlijk ook voor een keeper een soort overwinning om de nul te houden. Ja, zeker. En dat lukt dit jaar ook niet heel vaak. Dus ik dacht, nou, eindelijk weer lekker de nul. Maar dat mocht niet zo zijn, helaas. Morgen reizen we af naar Den Haag. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik denk een hele mooie wedstrijd. ADO, een mooie grote club. Wij zijn een grote club. Mogen geen uitsupporters bij komen, geloof ik. Dat is wel heel zonde, maar we gaan gewoon een hele, hele goede wedstrijd van maken. En we hebben superveel vertrouwen. De resultaten zijn goed de laatste tijd en dat moeten we gewoon meenemen. Werkt dat ook door als je dan een paar wedstrijden op rij wint, dat iedereen er gewoon net even wat lekkerder in zit? Ja, hoe dat negatief natuurlijk doorwerkt als je verliest, is dat de andere kant op natuurlijk ook. Iedereen is natuurlijk positief en het vertrouwen gaat groeien en dat zie je natuurlijk terug. In de thuiswedstrijd tegen ADO hadden we het lastig. Wat gaan we er nu anders tegenover zetten? Nou ja, goed, wat we precies gaan doen ga ik niet vertellen. Maar we hebben een strijdplan en we zitten er denk ik nu allemaal wat beter in als toen. En dat moeten we morgen op het veld gewoon weer laten zien. Heel veel succes morgen. Dankjewel.